jongens, welkom bij deel 5 van mijn F1 2020 career. En we hebben zojuist onze allereerste Formule 1 race erop zitten. Dat was natuurlijk de race in Australië op Albert Park, waarin we 12e zijn geworden. Dat was boven alle verwachtingen. Maar je zag ook wel gelijk dat er heel veel limitaties aan zaten wat de auto kon. En dus hebben we een flinke weg te gaan. Het upgraden van je auto is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel in F1 2020 wanneer je carrière mode speelt. En ik wil gelijk heel even hier laten zien waar we nu gewoon staan. Als je kijkt naar vehicle performance comparison, dan zie je dat Williams Racing toch wel flink ver onderaan staat. Het staat onder Haas en die drie streepjes, dat zijn de upgrades die momenteel in gang worden gezet. Dat is nog niet waar we zijn, dat zijn de upgrades die momenteel in gang zijn gezet. En als we dan gaan kijken naar wat we nu aan het upgraden zijn, dat is een klein stukje van de motor, twee onderdelen van de aerodynamica en één onderdeel van het chassis. En waarom investeer ik nou in die dingen? Dat kan ik hier heel even laten zien. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de upgrades die we hier hebben, dan zie je dat bijvoorbeeld qua chassis Williams de ene laatste is van de grid wat betreft kwaliteit van de auto. Alleen Haas heeft een mindere chassis dan wij. Kijk je naar aerodynamica, dan staan we daar verreweg laatste. Dus waar moeten we veel in gaan investeren? Dat is aerodynamica. Wanneer we kijken naar de motor is natuurlijk een Mercedes motor. En dus zitten we daar eigenlijk best wel goed bij. We zitten op vrijwel gelijke hoogte met Mercedes, Racing Point en McLaren die in de Renault rijdt. En Renault die staan al gelijk onder ons. Dus wij hebben een betere motor. En Honda is het laagste aangeschreven wat dat betreft. Wij hebben een betere motor dan die gasten. En ook als we dan kijken naar reliability, staan we gewoon precies op dezelfde plek. En is er daar dus vrij weinig mis. Als we kijken naar de motor, heeft eigenlijk Ferrari het in deze game het beste voor elkaar. Maakt verder niet uit. Wij gaan veel investeren in aerodynamica. Wij gaan veel investeren in ons chassis. En daarmee moeten we de weg omhoog weten in te zetten. Hoe kan je nou je auto upgraden? Dat is door altijd al deze vrije trainingen te volgen. Want wanneer je vrije trainingen doet, kan je practice programs runnen. En als je die practice programs runt die je team voor je heeft opgesteld, dan krijg je er extra resource points voor. En met die resource points kan je weer je auto gaan upgraden. Nou, ik heb dat hier gedaan. Ik doe dat ieder weekend. Ik probeer altijd de maximale score te halen wat dat betreft. Je ziet het alleen niet hier op video in de stream. Want heel eerlijk, het is niet zo heel spannend om naar te kijken. En ook niet zo heel erg leuk om te doen. Maar wel heel erg belangrijk. Zeker ook als je aan het trainen bent om sowieso een circuit in je hoofd op te slaan. En weten waar zijn de rempunten, waar moet je in gaan sturen. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Ik zou ook altijd iedereen aanraden dat als je nog niet zo heel goed overweg kan gaan met circuit, zet gewoon de racelijnen aan tijdens de vrije training. En op die manier kom je al een heel eind. Zorg dat je gewoon alle drie de vrije trainingen doet. Dan kan je zeker weten bij de qualifying en de race het gewoon doen zonder racelijnen. Want het is eigenlijk toch stiekem wel de leukste manier om te gaan rijden. Jongens, ik heb alle practice programs al gedaan. Dus deze gaan we simuleren. De derde vrije training hebben we ook niet meer nodig wat dat betreft. En dan kunnen we gewoon gelijk doorgaan naar de one-shot qualifying. Ik had al gezegd, dat is de manier waarop we het gaan doen hier in mijn carrière, F1 2020. We hoeven niet drie kwalificaties te runnen van de 18 minuten per stuk gemiddeld. Nee, dat is een beetje zonde van de tijd. One-shot qualifying moet wat dat betreft genoeg zijn. En daar zijn we, Bahrein, in de woestijn. En het mooie van dit circuit is dat deze wordt gereden bij nacht. En dat geeft gewoon een hele andere vibe meteen ten opzichte van elke andere race die je gewend bent. Een car setup hebben we al ingeladen. Ik heb gewoon een 2019 setup gebruikt die ik ook voor Bahrein had. Die lijkt enigszins goed te werken. Als we kijken naar welke kwalificatiepositie we zouden moeten gaan pakken, zou dat rond de 19e, 18e plek zijn. Maar dit circuit ligt mij enerzijds wel. Dus ik denk dat we nog wel wat hoger kunnen scoren. Ondanks dat de auto niet heel erg mee wil gaan werken.
En dan gaan we van start. Bij deze lange streep moet je straks gaan remmen hier ongeveer bij de 120 meter. Terug naar 2. Vroeg opschakelen om wielspin te voorkomen. Dan hebben we hier de eerste DRS-zone. Maar hier bij de 100 meter. Schakel ik vrij agressief terug. Maar dat is een beetje mijn rijstijl. Komen we nu, denk ik wat dat betreft, bij de moeilijkste bocht. Die is heel lekker genomen, maar we komen ermee weg. Dan hier bij de 70 meter remmen. Flat out. Dan is deze ook nog wel vrij listig. Niet heel lekker genomen. Ik had daar veel meer nog gebruik moeten maken van de curves. Maar het is wat het is. Maar dat is natuurlijk het ding van een one-shot qualify. Krijg één kans. Verkloot je het. Dan is dat on you. Een 13e plek. Ben ik zeer tevreden mee. Er had absoluut meer in gezeten, maar... So be it. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, kijk, de Alfa Tauri staat weer voor me. Lance Stroll in de Racing Point achter me. Latifi op de 20ste plek. Niet heel vreemd. Het gat met de nummer 1 is wel fors, bijna 2 seconden. Er moet echt nog heel wat gebeuren aan deze auto. Willen we überhaupt competitief mee gaan doen straks? Dan is het nu tijd voor Racing Day, dames en heren. We moeten het doen vanaf de 13e plek. Ik vind het wel een vet circuit om op te rijden. Het zou een wonder zijn als we ook op de 13e plek eindigen. Ik ga er natuurlijk alles voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar realistisch verwacht ik dat we ergens tussen 15 en 16 terecht gaan komen. Die andere auto's om me heen zijn gewoon te snel wat dat betreft. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon nu eenmaal een feit. Daar zullen we zeker hier op het begin van het seizoen erg veel last van hebben. Hopelijk kunnen we later wat meer gaan aanhaken. Nog de oude livery van de Mercedes. Zoals je misschien wel eens opgevallen, hebben ze nu in real life hebben ze een zwarte livery. Heeft Codemasters nog geen tijd voor gehad om in de game te stoppen. Dus we moeten het vooralsnog doen met deze. Ik verwacht dat bij een volgende update vrij snel geüpdate zal worden. Weer een pole position voor Bottas. Ferrari staat te hoog, denk ik, maar Albon weer boven Verstappen ook, hè? Klopt vrij weinig van deze line-up, hoor. Gasly, Giovinazzi, Kimi Räikkönen en Kevin Magnussen, Grosjean en Nicolas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Oké, daar gaan we, jongens. Goeie start. Blijf op het schone stuk. Het
hebben we hier dan de binnenbocht, dat is heerlijk hoor. Hier een beetje vechten met Ricciardo voor een plek. Daar kwam Perez hem er even agressief tussen zetten. Wel vet om te zien, dat doet hij in het echt ook namelijk. Tiende plek. Dat voelt natuurlijk heerlijk. Maar is niet reëel. We gaan gewoon zo lang mogelijk proberen aan te haken. Maar qua race pace zitten we vooralsnog wel lekker. Zolang we gewoon dichtbij kunnen blijven. Slipstream kunnen blijven pakken, maar je ziet nu al, ze rijden nu al weg van me. Ik gebruik nu de overtake button. Oh, zelfs met de overtake button kom ik hem niet voorbij. We gaan straks vanaf de rode compound, soft compound, gaan we naar medium. Ik weet niet in welke ronde, maar... Oh, deze was heel slecht. Deze was heel slecht genomen. En deze nog slechter. Of dat dan gelijk een concentratieprobleem is, dat weet ik niet. Even de overtake button gebruiken om iets meer aansluiting te vinden. Oh, zo frustrerend. Als het hard rijden je wel lukt, maar je wordt beperkt door je auto. Heel frustrerend wat dat betreft. Nu weer even de overtake button gebruiken. Ja, we drainen onze batterij wel echt heel erg hard op dit moment, maar... We kunnen ook niet max geven hè, wat dat betreft, want op een gegeven moment houden je bandjes dat gewoon niet meer vol. Dit is wel max slijtage voor de banden hoor. Ah, weer een foutje. Doodzonde. Doodzonde. Maar ja, ik ben ook maar een mens hè. Niet eens een begenadigde coureur, dus ja, dat zullen we sowieso blijven houden. Wat ik zei, deze bocht vind ik erg listig. Echt zoveel mogelijk van het asfalt gebruiken. Ja, ze komen dichterbij, zitten in de DRS denk ik. Ja, die zit zeker in de DRS. Ik weet niet vanaf welke ronde we naar de pits gaan, maar ik hoorde Approaching Pit Window, dus dat zal wel de volgende ronde zijn. Of die daarna. Het is redelijk vroeg.
vind dat we nog lang stand houden op 9, moet ik zeggen. Elke keer als je deze te wijd neemt, dan doet dat wel pijn qua tijd hoor. Ja, aanhaken bij Ricciardo zit er gewoon niet in. Sterker nog, achter ons zijn ze hard aan het aankloppen wat dat betreft. En dat is er niet één, dat zijn er een paar. Even de fuel mix op bridge zetten. We hebben nog wat extra brandstof. Ja, doen we straks. Maar daar gaat het eerst al. Dat is ook niet goed verdedigd van mij. Ik zat niet op te letten, ik zat met mijn fuel mix te kloten. Maar dat is dus ook een belangrijk ding, hè? Concentratie vooral. Zeker bij dit soort dingen. Wanneer de odds against you zijn. Nu even vol aan de overtake gebruiken om er maar voor te zorgen dat we die DRS pakken hier. Ik heb de fuel mix op bridge staan, dus dan kunnen we een inhaalpoging gaan wagen. Al is het alleen maar om de rest even van me af te houden. Nu heeft Perez natuurlijk een DRS op mij. The gap to the car ahead is 2.1 seconds. De banden beginnen nu ook wat meer te glijden. Nu weer de overtake button gebruiken. Ten koste van alles die gasten achter ons laten. Oh, deze sta ik helemaal verkeerd aan. Allerlaatste beetje overtake wat we hebben gaan we nu gebruiken. En dan rijden we de pits in. Want wij gaan als eerste pitten. Oké, dat was best pittig. Maar ik voel hem wel wat dat betreft. Helemaal achteraan de pitstraat staan we. 2.4, dat is prima. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Some information on Albon. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Ja, Albon heeft een probleem. Dat zou mooi zijn. Dat betekent dat we automatisch een plekje opschuiven. Dit zijn nieuwe banden natuurlijk, die zijn nog niet warm genoeg. En ze zijn de compound harder. Dus wel echt rekening mee houden dat
de rempunten anders liggen. Oh shit, overtake stond nog aan. Uh-oh. Niet die curb raken hier aan de binnenkant, want dan sta je dwars. Kijk, we hebben nu weer Perez achter ons. Gelukkig op een redelijke afstand. Als hij maar niet dichterbij komt. Dus Nicolas Latifi de pits in. Zet hem weer heel even op een rich fuel mix, zeker op dit lange rechtstuk. Daar kunnen we het nog wel gebruiken. Ja, volgens mij een touché tussen Ricciardo en Norris, wat ik zag. Toekomstig teamgenoot natuurlijk. Ja, ik ga die McLaren's en die Racing Points echt niet achter me houden. Dat gaat echt niet lukken. Je ziet dat ik daar de apex volledig mis. Het is niet dat ik het niet probeer, maar deze auto is niet zo stabiel als dat je zou willen. Kijk, je ziet, hij begint hier ook te glijden. Perez begint weer aan te kloppen. Geen goede exit. Overtake en fuel mix op Rich. Positioneren we hem hier. Zeker op die lange rechtstukken rich fuel mode gebruiken. There's 5 laps of fuel remaining. Ja, we gaan niet genoeg brandstof overhouden op deze manier. Weer de overtake button gebruiken, maar ook die batterij begint redelijk leeg te raken. En dit vechten met Perez kost me toch ook aardig wat tijd de hele tijd. Dat gaan we niet 4 rondes volhouden. Dat zag er niet goed uit.
7 seconds. Oh, dit gaat heel pijnlijk worden richting start-finish zo. Dat was een collision met Perez. Dat was helemaal mijn fout. Ik had niet gezien dat hij daar al naast me zat, half. Dat was 100% mijn fout. Nog geen straf voor gekregen in ieder geval. Dat is ook een manier om hem achter je te houden natuurlijk, hè. Maar nou komt Sainz weer aankloppen. Oh jeez, wat ziet dit slecht uit, zeg. Nogmaals, nooit deze binnenkant raken, die curb. Trust me, man, I know. Please, laat me alsjeblieft tiende worden. Ik wil nog een punt pakken. We zitten in DRS. En we komen ook nog brandstof tekort, dus dat wordt ook nog leuk. Dat moet ik ook nog wel even goed maken voordat we de laatste ronde in gaan. Oh shit. Oh nee. Het zuur. Okay, we've lost the position. That's us down a place. Oh, moment van wielspin, een klein stukje overstuur. Ah, dan moeten we ook nog vrezen voor Perez straks.
place. Kijk, ik zet nu de fuel mix op lean. Deze sector is toch bijna niet mogelijk om in te halen. Fuelmix hebben we weer teruggezet op standaard. We zitten in het groen, dus dat is goed. Oh, we moeten echt alles gaan doen om Perez achter me te houden nu. En daar is het vuurwerk, jongens. Ik zet hem op bridge. Oei. Dat was wel even zweten, zeg. Oh, driver of the day, Daniel Ricciardo. Vind je? Oh, jongens. Ik ben back off. Ik ben echt back off. Oh. Wat jammer. Oh! We zaten er zo dichtbij. In het puntje. Oh, wat is dat zonde, zeg. Oh, zonde voor het team. Zonde voor mij. Zonde voor de fans. Oh, dit is echt pijnlijk. Dit doet mij pijn. Jongens. Het zat er echt in. The fans really seem to enjoy that. You made it look easy. You're breaking all expectations. What's your secret? We gaan niet te wijsneuzerig doen. We zijn niet de beste driver on track. Absoluut niet. There's no secret. It's about having a great team in a car. Do you have any comments about the collisions? Kijk, hier moet je strategisch zijn in de antwoorden die je geeft. Want als ik bijvoorbeeld inconsistent power delivery, dan heeft het een weerslag op mijn power unit department. Als ik het downforce, dan heeft het op mijn aero department. Als ik zeg de nimble, hij is niet nimble enough, dan heeft het op mijn chassis, heeft het zijn weerslag. Dus, in the wear on my car was making a bit unpredictable. Nou, qua reliability zitten we redelijk goed. Daar hoeven we weinig vooruitgang in te boeken. Dus ik kies nu voor dat antwoord. En dat is gewoon strategisch dus. Appreciate your time. Graag gedaan. En jongens, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deel 5 van de F1 2020 carrière. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Ik in elk geval wel. En mocht je deze video nou tof vinden, geef dan alsjeblieft ook een duimpje omhoog. Want daarmee help je het kanaal enorm. Dan wordt de video gewoon aan meer mensen getoond. En of laat een comment achter. Dat is natuurlijk ook altijd te doen. En ook dat helpt het kanaal enorm. Dus doe dat alsjeblieft. Dit was de video voor vandaag. Nogmaals, ik hoop dat jullie genoten hebben. En we zien elkaar bij de volgende keer weer. Later!